Hier staat Raffus cuculatus, maar wij kennen hem natuurlijk ook gewoon als de dodo. Mijn vriend? Raffus cuculatus, de dodo. Een raadselachtige vogel die tot zo'n 400 jaar geleden in alle rust leefde op Mauritius. In films en strips is het dat domme dier dat door zijn eigen stommiteiten uitstierf. Dat imago klopt niet. Nederlandse zeelieden werden hem fataal. Een pechvogel dus. Hoe hebben de Nederlanders de dodo laten uitsterven? Dit is de Universiteit van Nederland. En met deze vraag gaan we naar Maastricht voor een ontmoeting met een levensechte 3D-print van een dodo-skelet. En zijn eigenaar, paleontoloog Leon Klaasens. Leon was als klein jongetje al in de weer met alles dat uit de grond kwam. Vanaf mijn vijfde was waarschijnlijk elke steen en elke dierlijk overblijfsel skelet wat ik tegenkwam was belangrijk genoeg om in ieder geval in eerste instantie mee naar huis te slepen. Tegenwoordig speurt Leon naar dodobotten, diep in de jungle van Mauritius. Alleen op Mauritius woonde de dodo. En even voor jou, dat is een piepklein eiland midden in de Indische Oceaan. Miljoenen jaren geleden landden hier een paar duiven, de voorouders van de dodo. Ze nestelden zich op dit paradijselijke eiland vol eten en zonder roofdieren. Een eiland zonder roofdieren, daar heb je voordeel aan om groot te worden. Als je groot bent, kun je ook meer opslaan. Als ik te veel koekjes eet, dan heb ik in ieder geval ook wel wat extra reserve voor. Mocht ik wat langer niet kunnen eten. En als je nergens naartoe kunt vliegen en voor niemand hoeft weg te vliegen, nou, dan is dit natuurlijk een potentieel succesvolle manier om te veranderen. En zo evolueerde die duif tot enorme dodo die niet meer hoefde te vliegen en dat dus ook niet meer deed. Het is een redelijk groot dier, bijna een meter hoog, voethoogte tot zijn kop. Heeft een hele grote schedel, een heel robuuste kaak. Dus die dodo is een duif, maar vroeger zaten ze echt te denken aan roofvogels, gieren en dat soort beesten. Gewoon omdat die kop zo gigantisch is. En dan heb je daar ontzettend kleine vleugeltjes bij, stevige grote achterpoten. Aan die opvallende lichaamsbouw heeft de dodo het imago te danken van dom dier. Dat is dat foute idee van de dodo. Wat denk ik echt al gewoon bijna 2 eeuwen oud is. Maar dat vanuit kijken naar de biologie heeft geen enkele basis in wetenschappelijk inzicht. De dodo was eigenlijk perfect aangepast. Deze grote duif leefde miljoenen jaren en er stonden de meest extreme weersomstandigheden. Hoe kon de dodo dan toch uitsterven? Een vraagstuk dat niet makkelijk op te lossen was. Lange tijd was de enige informatie die we hadden afkomstig uit scheepsverslagen. Maar daar staan net zo goed verhalen in over draken en zeemeerminnen. Tja, hoe betrouwbaar waren die? Gelukkig, voor de wetenschap dan, namen zeelieden een paar levende dodo's mee naar Europa. Als cadeautje. Daar werd alleen niet al te zorgvuldig mee omgegaan. Daarvan heb je tegenwoordig over een kop en een poot in Oxford. Er is een schedel in Kopenhagen. Er is een snavel in Praag. En er was nog een poot in het British Museum. Die zijn we ongeveer een eeuw geleden kwijtgeraakt. Dus dan stop je allemaal makkelijk in een schoenendoos. Stop je onder je arm. En waar loop je dan mee rond? Dan loop je rond met alle overblijfselen van de dodo. Van de tijd dat hij heeft overlapt met mensen. Met die schoenendoos vol puzzelstukjes moesten we het doen. Tot 1865. Dan wordt op Mauritius een moeras ontdekt met dodobotten. Ja, en dan breekt alles los. Hè? Dus dan wordt er in Europa wordt er lekker geëlleboogd over wie mag die botten dan hebben en bestuderen. Wordt uiteindelijk Richard Owen, de hele beroemde paleontoloog die ook dinosaurussen heeft benoemd enzovoort. Nou, die gebruikt zijn elleboog ook flink om daar een eerste wetenschappelijke beschrijving over te doen. Dus dat moeras heb je. Dan krijg je eigenlijk dus daarna dat mensen een beter idee hebben van wat was een dodo. En daarna gebeurden weer allerlei dingen die in dat verhaal van de dodo heel veel lijken te passen. Mensen vergeten waar dat moeras is. Geen grap. Gewoon vergeten door iedereen eigenlijk. Sterker nog, uiteindelijk werd er zelfs een vliegveld overheen gelegd. Opnieuw einde onderzoek. Totdat jaren later weer ergens anders het allereerste complete skelet wordt ontdekt.
waarvan een kopie nu naast Leon staat. Die is niet gevonden door een professionele wetenschapper, voor zover je dat toen ook had. Deze is gevonden door een dameskapper. Dus een dameskapper die ergens tussen 1870 en 1910 in de chicste kapperszaak werkt in de hoofdstad van Mauritius. Ja, die hield zoveel van natuurlijke historie dat hij op zijn vrije dagen de berghellingen inging. Daar eerst allerlei uitgestorven slakken en schelpjes verzamelde. En kwam er op een gegeven moment snel genoeg dodo-materiaal tegen. Heeft daar dus hele unieke stukken in verzameld. Schreef er nu super enthousiast allemaal brieven naar grote wetenschappers. Hè. Cambridge in Engeland schreef naar Parijs. Maar kreeg daar eigenlijk geen gehoor. Ruim 100 jaar later zag onze paleontoloog Leon de ontdekking wel voor wat het was. Deze dameskapper, Louis-Étienne Thériault, vond namelijk het enige complete skelet ooit. Het inspireerde Leon om zelf de steile berghellingen op te gaan. We hebben twee expedities eigenlijk opgezet. Eén grote en een soort kleine voorverkenning. En wat we daarin vinden is inderdaad dodo-materiaal. Maar ik vind ook ratten, ik vind shrews, spitsmuizen heet dat volgens mij in het Nederlands. Ik vind eigenlijk van alles. Die vondsten bevestigen hoe de dodo is uitgestorven. Door de komst van Nederlandse zeelieden. 1598 komen de allereerste Nederlandse zeelieden op Mauritius aan. En het is toch eigenlijk die komst van de mens op dat eiland, waardoor de dodo ontzettend snel in minder dan een eeuw verdwenen is. Maar niet omdat onze overgrootvaders en moeders een kookpot op het strand hadden staan en daar allemaal dodo hebben zitten eten. We weten zelfs vrij zeker dat ze dat maar heel beperkt gedaan hebben. Ze noemden het een walgvogel. De schuldigen zijn de dieren die door Nederlanders zijn meegenomen. Zoals geiten en varkens. Ook liften een heleboel ratten mee aan boord van de schepen. Mauritius is voor zeelieden, dat is een tankstation. Daar ga je dingen halen. Dus als je daar wat varkens uitzet en je komt 2 jaar later terug, dan heb je er allemaal varkens om te vangen. Ratten, ik hoop niet dat je ze ooit ergens in je huis hebt. Maar de voortplanting van die knaagdieren gaat natuurlijk ontzettend snel. Ze zijn ontzettend succesvolle dieren. En op het moment dat die dan komen op een eiland waar je een grote vogel hebt, die niet meer kan vliegen, maar die eieren, die nesten, die moeten op de grond hebben gelegen. Ja, dat is natuurlijk het Walhalla, hè? Dat is een gratis tropisch buffet. En ergens tussen 1660 en 1690 weten we gewoon dat, ja, dan is hij compleet van een eiland verdwenen. Dus een dier die het hele eiland bevolkt moet hebben in grote getalen, weg in. Minder dan een eeuw. Nou, dat is echt natuurlijk een ongekende schaal en ongekende snelheid. Een tragisch eind met een oranje randje. Leon, ook namens de dodo, dank je wel voor je verhaal. Thuis heb ik de tiener en die zegt van, oh, dit hoef ik niet te horen. Wil je elke week nieuwe wetenschap in je feed? Abonneer je dan. Gratis, helemaal voor niets.